Zeg, Harry, duurt het nou nog lang? Stilzitten. Ja, ik zit al 3,5 uur op die rotstoel, dat is geen pretje. Niet zeuren. 3,5 uur, Harry, 3,5 uur. Ik had het hele huis in de verf kunnen zetten in 3,5 uur. Willem, ik ben met een kunstwerk bezig. Ja. Kunst vraagt tijd. Je vraagt ook niet aan Michelangelo of die het dak van het Sixtijnse kapel even in een uurtje opknappen, hè, met een verfroller. Hier, neem de Mona Lisa. Maanden heeft het geduurd voor het schilderij af was. En zij bleef maar glimmen. Ja, maar die zat natuurlijk op een lekker zacht kussentje. Neem jij toch ook een lekker zacht kussentje? Zeg, mag ik niet even zien hoe het wordt? Nee, straks, een stafjes. Nou, schiet er alsjeblieft op, want ik moet de tomaten nog opbinden. Ik zit er niet te zeuren weer, tomaten. Opa, ja? Ben je aan het schilderen? Nee, ik zit in mijn broek te scheiden, snap je? Leuke broek. Ha, ja. Oh ja, vind je? Dankjewel. Ja, wordt het leuk? Wordt het leuk? Ja, ja, heel goed. Hey, wacht eens even. Waarom kan hij het wel zien en ik het niet? Omdat hij achter me zit en jij niet. Nou, kan ik dan ook niet achter je gaan zitten? Nee, want als je achter me zit, kan ik je niet schilderen. Nee. Hartstikke goed hoor, opa. Ja? Ja? Een beetje geflatteerd misschien, hè? Ja, misschien ja, maar ik vind die aardbei toch erg goed getroffen. Aardbei? Welke aardbei? Nou, die daar eet. Oh nee, dat is de neus. Dat zie je. Dan door. Hey, zitten jullie hier? Nee. Hey, laat nou eens even kijken. Oh, wat mooi zeg. Goed, ja. Hartstikke goed, lijkt precies. Ja. Oma heeft je wel ietsjes jonger gemaakt dan je in werkelijkheid bent, hoor. Ah, het is een vriend. Ja. Ja. Een vriend die nog niet helemaal klaar is. En de donkere zwarte wallen. En de groeven en de lijnen nog moet inkrassen. Het is een sadist. Nee, een realist. Nou ja, kan mij het ook schelen, jongens. Verf mijn haar nog maar wat grijzer. Maak van mijn gezicht maar een bewaren appeltje. Gooi de deuren maar open. En laat de ouderdom binnen met al zijn onderkinnen. Nou overdrijf je toch gewoon. Nee, dat vind ik niet. Nee, want als de mensen dit portret zien, dan wil ik dat ze denken... Hé, hey, die ziet er in werkelijkheid beter uit dan daar. Dat zou ik willen. Dan moet ik wel een afgrijzelijke troll van je maken, Willem. Ja. Nou, maar even terug naar de ernst des levens waar ik voor kom. Nee, nee, geen cent krijg je meer van mij deze maand. Van mij ook niet. Nou, ik begrijp echt niet waar jullie het over hebben. Hebben jullie misschien de kabeltjes van de afstandsbediening van de videocamera gezien? Dat wou ik vragen. Waar heb je die voor nodig? Nou, om de videocamera mee te bedienen. Op afstand. Maar hoezo? Ga je weer zo'n keiharde pornofilm opnemen? Nee, nee, daar heb ik al lang genoeg van. Van onder lijkt iedereen zo op elkaar, hè? Hé? Nou ja. Hallo, hier. Oh, niet zeggen, niet zeggen, niet zeggen. Harry! Ja! Heb je de stokken bij je? Ja, nou, wat dacht je dan dat dit waren? Tandenstokers? Nee. Nou, hier zouden dit ook nog als aardigheidje... Verrek, zeg, wat een mooie Afrikaantjes. Daar zal ik een mooi plekje voor gaan uitzoeken. Ja, nou, ik heb er nog 30 van die kistjes staan in mijn busje. Nee, joh, dat is veel te veel. Daar heb ik toch geen ruimte voor. Oh, ja, nou, hoeveel wil je er dan? 4, hooguit 5. Oké. Okay. Ja. Hé, maar wacht eens even. Waar komen deze Afrikaantjes vandaan? Uit Afrika. He he. Nee, joh, Geintje, nee, een vriend van mij die werkt bij de plantsoenendienst, weet je wel. Die maakt zo'n stadswapen van gemengde bloemetjes voor zo'n voor het bezoek van zo'n Japanse houten methode, weet je wel. Ja. Nou, had hij toevallig te veel Afrikaantjes besteld. Weet je dat zeker? Ja, hoezo weet ik dat zeker? Nou, dat als ik van de week in het stadspark loop, dat ik niet het halve stadswapen wegvind en dat het hier in mijn tuintje staat. Nee, 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 jongen, deze Afrikaantjes zijn volkomen legaal. Oké, Harry, hartstikke bedankt hoor. Ja. Hoe is het met Nicole en de baby? Nou, goed. Alleen ik ben zowat een zenuwinzinking nabij. Nou, weet je, ik zie het aan je. Ja, nou, gisteren kreeg ik een schop voor mijn kont. Wat is de baby al aan het schoppen? Dat is even vroeg, zeg. Nee, nee, Nicole. Ja. Nou, is het in ene mijn schuld dat ze misselijk is, dat ze naar de wc moet, dat het zo warm is en dat het zo gesjouw is heel de dag met die zware buik? Ja, er zit natuurlijk wel wat in, hè? Nou ja, maar maak er maar een geintje van. Nee, joh, maar ze is echt niet te pruimen, hoor, de laatste tijd. En, nee? En ik weet niet hoe ik het er naar de zin moet maken. Jo, Harry, gewoon een beetje uit de buurt blijven. Dat werkt meestal het beste. Ja, maar niet bij Nicole. Oh? Dan is het de hele dag van waar ben jij geweest? Nee, het valt echt niet mee, hoor, voor een vader om een kind te krijgen. Nee, daar krijg je nou een kind van, weet je wat? Maar de Afrikaantjes zijn mooi. Waar zijn die kabeltjes nou? Is dit het misschien? Ah, ja, te gek, dank je.
Pas als je vertelt wat je ermee gaat doen. Ja, doe niet zo nieuwsgierig. Dat zijn toch mijn zaken? Je hoeft toch niet alles te weten? Jawel, want ik ben je zus. Dus verantwoordelijk voor jouw doen en laten. Ja. Mij kijken ze erop aan. Hé, hey, Rick, wordt het een horror? Dat is leuk, want dan kan ik meedoen als de beeldschone maag die wordt verslonden. Ja, er wordt in deze film niet gegeten, maar muziek gemaakt. Het is een filmpje van mij en mijn band. Ah, dus toch een horror. Ja, lachen. We gaan een clip maken van Woodland. Woodland? Ja, dat wordt onze nieuwe single. Nieuwe single? Doe normaal, man. Wanneer heb je die dan gemaakt? Ja, we hebben een geluidsstudio geregeld en die mogen we vannacht gebruiken. Dan nemen we het nummer en de clip tegelijkertijd op. Goed, hè? Ja, daarna sturen we de gemonteerde versie naar een platenmaatschappij. De discjockeys vinden het einde en draaien hem stuk op Radio 3. Ja, ja. Wij krijgen een contract en bakken met geld. Er worden miljoenen cd's verkocht aan knappe meiden die ons de hele tijd achtervolgen. Take that is er niks bij. Ik word steenrijk en wereldberoemd en op mijn 25ste trek ik me terug op mijn eigen privé-eiland zonder mijn zus. Mag ik niet mee naar je privé-eiland? No. Hey Rick, waarom heb je nou eigenlijk die afstandsbediening nodig? Ik kan het toch opnemen? Jij, ik doe normaal. Maar doe hartstikke normaal. Nou, dan zit er een addertje onder het gras. Helemaal geen addertje. Een boa constrictor. Jij wil een flinke hap van mijn geld als ik later rijk en beroemd ben geworden. Nee hoor, helemaal niet. Ik wil er gewoon zeker van zijn dat jij zo snel mogelijk bent opgehoepeld naar het privé-eiland van je, zonder je zus. Oké, baby, dansen. De salsa. Tering, hij maar van hout op. Ik begon maar net een beetje in te komen, joh. Ik dacht dat het Willem was. Hoe kan je dat nou denken? Nou, dat is ook niet erg goed voor mijn ego. Hey, houd jij een beetje in? Ja. Mijn ego mag er ook best zijn. Jawel. Hey, fijn dat je er bent, Millie. Dan kan je gelijk even helpen met het opbinden van de tomaten. Hey, en waar gaan we naartoe vanavond? Gaan wij vanavond ergens naartoe? Ik dacht dat we uit zouden gaan, toch? Oh, jee. Nou, heb ik net met de boys afgesproken om een potje te pokeren met Harry en Henri. Oh, joh, wel nee, je gaat gewoon mee, joh. Want ik draai die oude buis alleen nog wel een poot uit, hoor. Zijn je pokeren? Ja, nou ja, ik ga natuurlijk liever wat anders doen met jou. Nee, mijn idee. Maar ik niet. Ik ben dol op pokeren. En ik kan heel goed bluffen. Nou, geloof ik niet dat je dat wel zou moeten doen met ons. Want wij zijn keiharde pokeraars met het mes op tafel, hoor. Zeker weten. Ik hoor het al. Jullie zijn slechte bluffers. Nou, ik zou dus een hoop geld meenemen. Oké, okay. Dan moet je het zelf maar weten. Ja, Hallo, Christiane. Wat heb je nou bij je? Is het geen snoepie? Ik moest meteen aan jou denken. Oh, hartelijk dank. Harry, dit beeld schreeuwt onder jou geschilderd te worden. Het is geen vrolijk kereltje, hè? Hij kijkt of hij last heeft van constipatie. Oh, maar je hoeft hem alleen maar te schilderen, hoor. Niet op de pot te zetten. Oh ja, leuk object, interessant. Ja, ik vind de variatie in textuur zo mooi, hè? En dan die subtiele vormen. Ja, subtiel, ja. Ja, nou. Goh, subtiel zeg. Het is in ieder geval een uitdaging, hè? Ja, tering, wat heb je daar nou toch staan? Zeg, heeft Ineke nou weer een beeld van je gemaakt? Nou, het lijkt sprekend. Let niet op hem, Christiane. Hij is een beetje baldadig, ja, omdat deze schone dame haar welgevallig oog op hem heeft laten vallen. Mag ik jullie voorstellen, Millie, dit is Christian, Christian, dit is Millie. Christian heeft dit beeld voor mij meegebracht om te schilderen. Wat vind jij, Millie? Diamatu. Wat zei je? Diamatu, dat is zijn naam. Diamatu de gehate. Oh, de gehate. Vandaar die enge uitdrukking in zijn ogen. Mm-hmm, het is Indonesisch. Oh. Volgens de legende vermoordde Diamatu zijn broer Harna door hem in een vulkaan te duwen, zodat hij het koninkrijk van zijn vader zou erven. Maar die vader kwam er dus achter en verdoemde hem voor eeuwig. Nou, sinds die tijd heeft Diamatu wraak gezocht op de meest afschuwelijke wijze. Ja? En ze zeggen dat zijn geest doorleeft in zijn beeldenis. Ja. Zoals die daar. Mm-hmm. Ja, ik geloof toch dat ik liever maar een fruitmandje schilder of leuk flesje wijn met de twee vrolijke aubergines of zo. Kom nou toch, Henri, je gelooft die onzin toch niet? Onzin? Oh, er is meer tussen hemel en aarde, Christian. Ja, nou zeker, want meteen toen ik die engert zag, toen gingen al mijn haren recht overeind staan. Ja, en je krijgt er gewoon kippenvel van. Nou, moet je voelen. Nou, nee, eerlijk. Nee, ik geloof u op uw woord, meneer Stevens. Ja, ja, ja. Hé, Millie, zit er nou echt zo'n kwaaie geest in dat beeld? Ik weet het niet, ik vertel je gewoon wat ik heb gehoord. Maar misschien is dit er helemaal naast, hè? Heb je deze misschien een hele grote lieverd? Nou, ik heb het ook niet zo op die dingen.
De koude rillingen lopen nou voor mijn rug als ik er naar kijk. Nou, bij mij nou, eerlijk. Zijn jullie nou nuchtere Hollanders, hè? Meestal wel. Ja, vroeger hadden we nog wel eens een slokje op, hoor. Maar sinds Nicole zwanger is, wordt dat wat minder. Jullie zijn toch niet bang? Ah, nee, bang, wel nee. Helemaal niet, zeg. Voorzichtig! Ja, dat is het woord, voorzichtig. Laten we het beeld maar meteen begraven in de tuin, voor alle zekerheid. Als je het maar laat. Hé, jongens, ik had nog nooit gedacht dat jullie zo bijgelovig zouden zijn. Nou, zet het in ieder geval een eentje weg, Willem. Alsjeblieft, hè. Wil iemand koffie? Ja, lekker. Ja, is dat zeg. Diamatoe. Ja, gestoord, zeg. While we all die, mind their own business is beginning of time. I think the woods are a friend of mine. Jongens, stop even. Denk je dat je hier wat van kan maken? Ja, kijk, ik kan het altijd filmen, maar ja. Sorry hoor, jongens, maar ik vind het dus echt helemaal niks. Het is echt veel te duf. Kijk, de vonken moeten er vanaf springen en dat doet het helemaal niet. Wat vind jij nou, Margot? Ja, ik vind het best leuk. Nou, dat is helemaal een dodelijke afknapper. Rick, het swingt helemaal niet. Er moet veel meer pit in, joh. En vooral jij, hoor, Michiel. Jij kan best een beetje peper in je week wel gebruiken. Godver, wat is dit nou, Rick? Laten we eens een beetje de les lezen op een maffe mutsen. Het zijn geen maffe mutsen. Ze hebben best een beetje gelijk. Ja, gelijk, wat weten we er nou van? Jongens, kom op. We zijn gewoon aan het repeteren. We doen het nog een keer. Nee, kijk maar, dan doen ze niet mij. Doei. Dankjewel. Oh, hoezo nou weer dankjewel? Het is mijn schuld toch niet dat die drummer zo wegloopt? Jij hebt hem aangenomen hoor, hij heeft van die lange tenen. Nou, dan gaat het over jongens. Inpakken en wegwezen. Nee, wacht nou even. Kunnen we niet iets anders verzinnen? Ja, wat dan verzinnen? Je hebt er wel een drummer bij nodig. Mag ik het eens proberen? Wat proberen? Ja, de drummer natuurlijk. Jij? Kan je dat dan? Ja, ik heb 10 jaar gedrumd in de drumband van Hendrik Ido Ambacht. Oh. De drumband van Hendrik Ido Ambacht. Ja, maar dit is wel even wat anders dan rommel de bommel de bom, hoor. Ja, nou, laat me nou even proberen. Ja. Denk je echt dat je het kan? Ik kan het toch Tuurlijk, proberen. Ik kan toch. Oké. Probeer maar. Ja. Wat ik toch voor een kaart heb gekregen. Hé, hey, wat betekent tering nou eigenlijk, Harry? Mm. Goed of slecht? Twee kaarten, Harry? Dat kan het alle twee zijn. Dat ligt er maar aan wat voor gezicht ik erbij trek. Kijk, je kan natuurlijk hebben van tering, hé. Hey. Of je kan ook hebben van tering, hé. Hey. Je kunt natuurlijk beter een pokerfeest trekken en dat soort woorden helemaal niet gebruiken. Hè? Hoeveel kaarten? Nou, niks. Met een Royal Flussie. Meer dan een Royal Flussie haal ik toch niet. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens, Harry. Dat denk ik ook niet. Maar je moet ze natuurlijk wel in je handen hebben. Geef mij er maar eentje. Ja, alsjeblieft. Ja. Jij opent het bot, meneer? Ja, 1 gulden. Hé, hey, waar ben jij mee bezig? Hey? We zijn hier niet in Monte Carlo. Hé, met de Royal Flush in mijn hand is ook mijn magie zorgen maken. Nou, maar met een opengebroken straatje, nou, dan pleurt ik toch maar liever weg. Nou, Harry, je hebt ook geen kaart in zijn handen. Hoe weet jij dat dan? Natuurlijk, en je pommen. Heb ik geleerd van zijn nicht Tip. Die kon altijd precies horen wat voor kaart hij in zijn handen had. Of het een goede of een slechte was als een pommen. Maar dat is gevaarlijk, hoor. Ja. Dat kan een manier van bluffen zijn. Heel goed, dat is heel juist, Willem. Nee, helemaal niet, want jij weet toevallig niet hoe je pommen de pompt. Oh, nee. Nou, ik ga mee voor een tikkie. Ik ga weg. Ja.
Zo, en ik zet nog een gulden in. Oh. Ja, maar jij zit te bluffen, meisje. Nee, te flirten. Ik geloof dat je bluft, hè? Ja, dat geloof ik ook. Daarom ben ik weggegaan. Ja, maar jij bent een scheitenbroek. Nee, helemaal niet. Ik ben realist met oog op de toekomst. Oh, jij bent eigenlijk veel te gierig om te pokeren. Nee, ik ben niet gierig. Ik ben spaarzaam. Oh. Dat kun je voor jou niet zeggen, want daar liggen jouw laatste kwartjes. Nee, maar als je wil sparen, dan moet je niet gokken. Nee, dat niet altijd, maar met beleid. Heren, kan het ophouden zijn met het gekeuvel. Harry is eruit gestapt. Ja. Harry is weg. Willem, wat doe je? Ik weet, 3-4 keer ben ik er al ingeluisterd bij je. Mm-hmm. Daar heb ik geen trek meer in. Ik denk dat jij een paardje in je handen hebt, denk ik. Je denkt het, maar je weet het niet zeker. Nee, ik denk... Als je gauw betaalt, dan laat ik je mijn kaarten zien. En dan weet je het zeker. Oké, laat maar zien dan. Pool House. Ik wist het! Nee, dat wist je helemaal niet. Ik vlaam ook op. Gewoon beginnersmazzel. Beginnersmazzel. Ook al vanaf mijn vierde, joh. Nee, geef daar maar gewoon toe dat je eindelijk iemand gevonden hebt die beter kan beukeren dan jij. Die is jouw kinderachter, Willem, alsjeblieft. Ik zal een flesje wijn opentrekken als pleister op de wond. Ja, wrijf het er nog een beetje in, alsjeblieft. Hé, hé! Ja, wacht even. Ja, maar met de raam heb je nog even dunnetjes over gedaan. Met een herkende vakman. Ik doe het helemaal niks. Daar gaat hij weer. Ja, nou, uw opmerking, schaaf, is verbluffend, meneer Stevens. Zo. Nou, het spookt hier, joh. Nee, dat is het weer. Dus de geest van de Nee, dat is mevrouw Meijer. Ja, die neem ik wel even. Dag mevrouw Meijer, wat een onverwacht genoegen zo laat op de avond. Inderdaad. Ik vind dit wel eng hoor. Ja. Want niet alleen dat hij aangaat, maar hij gaat ook weer uit. Ja, en weer aan. Ja, dat is buitengewoon vervelend, zeker als je zijn hoofdpijn hebt. Maar dit is een heel mysterieus geval. Die alarminstallatie gaat ineens vanzelf uit en dan weer aan en dan weer uit. Ja, er zijn vreemde krachten in het spel. Ik denk dat het komt door een afgodsbeeld dat wij in huis hebben. Oh, dag meneer Meijer. Ik sta net uw vrouw uit de... Waar moet ik dat beeld in steken? Nou, meneer Meijer, is die taal nog wel nodig? Zal ik het even nemen, want ik spreek die taal uitstekend, hoor. Nou, ik vind dat niet leuk. Trouwens, dat lijkt me fysiek een beetje onmogelijk. Ja, nee. Hallo? Nou, de hartelijke groeten van mevrouw en meneer Meijer. Ja, ja. Nou, ik begrijp het best. Het is natuurlijk heel vervelend. Wat zei hij nou over dat beeld? Dat ik het in mijn reet moest steken. Hé, Wil! Sorry! Helemaal. Oh, als vroedvrouw ben ik de hele dag met reetjes bezig. Nou, het spijt me wel, maar toch vind ik het raar. Sinds het beeld in huis is, gebeuren er allemaal hele rare dingen. Ja, met die koffie vanmorgen of vanmiddag. En ik heb 2 keer mijn knie gestoten, dat alarm wat alsmaar aan en uit gaat. En ik heb verloren met pokeren. Ik heb gewonnen. Misschien is Yamato mij wel gunstig gezind, hè? Ja. Soms is dat zo. Ja. Weet je, zo'n geest kan de een wel verscheuren. De ander heeft die innige lief. Ach, nou, moet je luisteren. Ik kan er geen chocola van maken, hoor. Hey. Toch begrijp ik niet dat jij er zo losjes over doet, hoor, Millie. Jij komt toch uit een deel van onze wereld waar men vertrouwd is met dit soort bovennatuurlijke zaken? Jawel, waarom zou ik me zorgen maken daarover? Kijk, kennelijk is hij mij heel goed gezind. Mm. Vindt hij me erg aardig en jullie niet, dus... Waarom moet ik me zorgen maken? Wat een onzin, moet je die gezichten zien, joh. De enige nuchtere Hollander in deze kamer ben ik. Hé! Die jij maar toe. Nee, man, gewoon een stop. Ik ga wel even kijken. Het alarm maakt zeker kortsluiting. Is het mogelijk, ja? Au! Wat gebeurt er? Au! Ik stond voor de derde keer mijn knie vandaag. Oh. Willem, is er stop? Ja, het is een stop. Ja, gewoon een stop. Ja, dat zal wel, maar dat beeld gaat de deur uit. Zeker en zeker. Ja, dat wordt heel goed, Harry. Ik vind het sterk zoals je met die materie omgaat. Ja. Dus het is mooi van structuur. Ja. Maar ik ben er nog lang niet, hoor. Nee, maar het komt. Ja. En het belangrijkste is dat je er weer plezier in hebt. Ja, dat is absoluut waar. Ja. Ik ben zelfs van plan om weer les te gaan nemen, hoor. Echt waar? Jazeker. Ik ben een fantastische leraar voor je. Ah, mooi. Jongens, moet je eens kijken wat er met mijn sla is gebeurd. Welke sla? Hier, deze sla. Dat is geen sla. Ja, maar gisteren was het nog wel sla.
Totdat die griezelde mij ging rotzooien. Lekker. Ach, Willem, je wil me toch niet vertellen dat dat beeld vannacht jouw sla heeft opgegeten? Nou, hij misschien niet. Maar we hebben wel een lege rupsen op afgestuurd. Je moet mijn tuin eens zien. Het is één grote ravage. De kool lijkt wel een gatenkaas. Het is om gek van te worden. Wil je alsjeblieft dat beeld uit huis uitnemen? We moeten er echt Willem, van. Maak je geen zorgen. Morgen gaat u de deur uit. Graag zeg. Ja. Dan ga ik nu weer op de rupsen. Ja. Wat zeg je nou? Gaat dat beeld morgen de deur uit? Ja. Wat is dat voor onzin? Onzin? Onzin of niet? Sinds dat ding in huis is, gebeuren er allemaal hele rare dingen. Ach, kom dan toch, lieve schat. Dat is gewoon toeval. Ja, misschien. Maar ik laat liever niks aan toeval over. Rotzak. Hallo. Hier, nog eentje. Harry. Waar is Harry? Ach, Harry. Het is een ramp hier. Ik heb een rupsenplaag. Ja, ik begrijp het, ja. Bedoel je dat jij dat ook denkt? Dat beeld, die Diamatu? Dat beeldje? Ja? Nee, dat denk ik niet. Willem, ik moet jou mijn verontschuldigingen aanbieden. Of eigenlijk de verontschuldigingen van die vriend van mij, weet je wel, die van die plantsoenendienst. Hoezo? Nou, blijkbaar zaten in die Afrikaantjes die ik meegebracht heb, rupsen. En zo te zien zijn ze al bezig geweest eigenlijk. Harry, hoe heb je dat nou kunnen doen? Nou ja, sorry, maar ze waren gratis. Wat die rupsen, wat een eikel, zegt die vriend van je. Ja, nou, het spijt me heel erg. Ja, mij ook. Ik sta mooi voor paal. Mijn tuin is een ravage. Wat... En ik heb die Diamato de schuld gegeven. Nou, moet je luisteren. Nee, die vriend van mij heeft een lopende rekening bij zo'n heel groot tuinbedrijf. Ja. Weet je wel, nou, dan kan jij gewoon je tuin opnieuw laten beplanten op zijn kosten. Oh, nou ja, dat is tenminste wat. Hey, misschien kunnen wij die beesten wel wegspuiten. Of zo. Wegspuiten? Ja. Laat Anne dat niet merken. Dan krijg ik last met Anna. Nou, daar is die Diamato een maklammetje bij. Ja. Wegspuiten. Nou, zeg het maar, Harry. Moet ik een afspraak voor je maken? Het is echt een hele goede leraar, hoor. Hij heeft jarenlang lesgegeven aan de Academie voor Beeldende Kunsten hier in Rotterdam. Ja, nou ja, ik wil wel eens een ontmoeting met hem, hoor. Ja, ik zal hem voor je de rupsenjagers ook maar een lekker bakkie. Ja. Ach, sorry, ouwe jongen. Het was niet jouw schuld. Ze zaten in de Afrikaantjes. Ja. Ach. Ja. Ik heb een 8 voor mijn tentamen koeien. Hey, waar? Goed, hè? Ik had nou nooit gedacht. Ik had gedacht dat ik hem zo slecht gemaakt heb, maar een 8. Wat goed, meid. Hey, zeg, Anna, jij weet toch zoveel van koeien? Alles. Nou, maar weet jij nou hoe een koe een haas vangt? Nee, dat weet nee? ik niet. Nou, die gaat gewoon achter een boom staan en doet hij het geluid van een bloemkool na. Hey, hoe weet die? We hebben het helemaal gemaakt. Anna, je bent geweldig. Wat? Ze hebben gebeld. Een waanzinnige clip. Ze gaan Woodland op singeltje uitbrengen. Mijn dag kan niet meer stuk. Wat zeg ik? Mijn jaar kan niet meer stuk. Dan heeft Millie toch gelijk gehad. Die zei het al. De een brengt die ongeluk, maar de andere brengt die geluk. Ja. Wie? Diamato. Oh ja, inderdaad. Sinds we dat beeld in huis hebben, gaat echt alles waanzinnig goed. Nog beter. Dat is gewoon toeval. En dat zeg jij? Ja, want het beeld gaat de deur uit. Feestdagen!